moeten het even zoeken. Het strand bij Callantsoog lijkt verdwenen door de combinatie van storm en springtij. Afgelopen jaar nog is er zandsuppletie geweest, maar die is grotendeels in zee verdwenen. Nee, het is heel weinig. We hadden ook niet verwacht dat het zo smal zou zijn. Nee. Maar goed, spectaculair met dit weer. Is het toch leuk om, ja, leuk om hier toch heen te gaan om dat te aanschouwen. Komt speciaal even kijken. Ja, zeker. En als je ziet hoe mooi de zee is en hoe hoog het water is, ja, is het toch wel spectaculair. We gaan wel vaker naar zee om gewoon echt een lange wandeling te maken. Maar om dit gewoon met het wilde natuurgeweld te aanschouwen, dat vinden we altijd leuk om daar toch even een uurtje vooruit te trekken. Suppletie, daar is natuurlijk net bij Callantsoog een heleboel zand voor de deur gelegd. Ja, dat klopt. Afgelopen najaar is er ongeveer 700.000 kuub zand bij Callantsoog neergelegd. Als je nu gaat kijken, dan denk je, waar is dat allemaal gebleven? En toch is het er allemaal, want het zit of onder water voor het strand, of het zit net in de duinen. Maar het zand is gewoon aanwezig in het systeem. En dat beweegt. Ja, dus mensen hoeven zich geen zorgen te maken daar ook? Nee, dat is geen weggegooid geld en geen weggegooid zand. Paviljoens zijn door het hoge water nauwelijks bereikbaar. Toch zijn er geen zorgen bij de paviljoenhouders. En de strandgasten die genieten vooral. Ja, ik had niet verwacht dat het water zo ver het strand op zou komen. Ik denk, we kunnen misschien nog een strandwandelingetje maken, maar dat zit er waarschijnlijk niet in. Nou ja, ik ben vandaag mijn verjaardag aan het vieren op het strand. En ik vind het heftig. Die zee die is heel druk. En zo heb ik hem nog nooit gezien hoor. Nee, leuk. Nou, een mooi cadeau toch? Ja, zeker. Ja, en er staat ons volgend weekend weer wat te wachten, heb ik begrepen. Dus we gaan het zien. Nou, fijne verjaardag nog. Ja, dankjewel. Een zandgebakje. Oh. Een zandgebakje. Zandgebakjes. Letterlijk en figuurlijk.